Het is zo heerlijk weer. Het is echt weer dat je zegt van ik ga naar het strand of ik ga naar het bos, maar ik ben geen strandmens. Dus we gaan een bootje varen, maar oh nee, wacht even. Ik ben zeeziek. Gaan we bootjes kijken? Ben, je hebt 3 schepen gebouwd. Misschien heb je er veel meer gebouwd, maar ja. Er staan hier 3. Ja. Kan je er iets over vertellen? Nou, ik was in Maassluis en lag, dit is een museumschip. Ik zeg, hebben jullie geen tekeningen? Ik zeg, ik ben modelbouwer. Meneer, je kan de tekeningen kopen. Dus nou heb ik ze 25 gulden gegeven, waren ze blij mee. Want het is natuurlijk allemaal vergiften, werd hier gebouwd. En toen ben ik hem helemaal na gaan bouwen. Op spantjes, ondersteboven gebouwd, allemaal latjes met polyester eroverheen. En deze boot neem ik mee naar beurzen. Dan kunnen mensen zien, als iemand het zelf bouwt, van hout, dat het er zo uitziet. Dus kijk, de radiokamer, kaartenkamer en hier is het hier. En dit is ook de kaptein, maar de kaptein was ook zo breed. Dus die heb ik een poppetje maar erop gezet. Nee, dat is niet de eendracht. Ja, 1971 ben ik lid geworden van die vereniging. En ik heb een heleboel boot al gebouwd. Hoeveel maar, heb je daar gebouwd? Nou, dat weet ik niet. Dat is ontelbaar. Dat weet ik niet meer. Dat, er zijn ook projecten die mislukken. Of het enthousiasme gaat weg. Schepen, je hebt scootjes, je hebt speedboten, je hebt zeilschepen, maar je hebt ook duikboten. En ik sta hier naast Simon de Boer en dat is een duikbootspecialist zo te zien. Wat ben je aan het doen, Simon? Ik ben mijn boot waterdicht aan het maken om te gaan varen. Waterdicht begrijp ik niet, maar hij moet toch onder water? Ja, maar het gedeelte waar elektronica in moet, dat moet dus waterdicht zijn. Ja, dat is logisch. Okay. En ik zie hier kolen, hele kleine kooltjes, ja, of is dat niet zo? Nou, dat zijn loodkorrels voor het gewicht uit te balanceren. Een duikboot is namelijk vrij gevoelig voor onder water. Die moet natuurlijk goed uitgebalanceerd zijn. En dat hangt van een paar gram af. Dus vandaar dat het laatste finishing touch zeg maar, met de loodkorreltjes gebeurt. Een jaar of 4 geleden kwam ik bij de waterweg. Ja. En toen zag ik hem daar voorbij komen uit de Noordzee vandaan naar binnen. En toen klinkt het een beetje gek. Ik ben getrouwd, maar ik werd er ook weer verliefd op die boot. Dus toen ben ik alle zeilen bij gaan zetten. En heb ik ook contact opgenomen met het loodswezen. En toen werd ik geconfronteerd met de originele tekeningen. En daar heb ik de tekeningen van gekregen onder restrictie dat ze niet uitgegeven worden. De sleepboot, de Hudson, die is gebouwd in 1939. Hij is van Smit. En zo ligt hij ook nog in Maassluis in de haven als museumschip. Er zit onderin over de oorlog. Want hij heeft ook in Alexandrië uit de stad een oorlogsschip. Die stond in brand.
En die hebt hij naar buiten gesleept. Want als je dat niet had gedaan, dan had de halve stad Alexandrië ontploft geweest. Dus heb hij nog gesleept. En hij over de hele wereldzee hebt hij gevaren. Schip. Het is een schip dat de loodsen vanuit Hoek van Holland op de Noordzee naar een schip brengen om dat schip binnen te loodsen. En als de loods het schip binnen heeft geloodst en het ligt in de haven, dan haalt hij hem ook weer op van het schip. En dat gaat vice versa en dat de 24 uur per dag gaat dat door, dag in dag uit, 365 dagen. Alle oorlogsschepen, alles. En dat is de Minerva, dat is dat partyschip wat de Scheveningen heeft. Ja. Dat is een blusboot. Deze heb ik 30 jaar geleden gebouwd. Eigenlijk een beetje met deze. Maar dit zijn snelbouwkasten. Dat is kunststof. Ja. Maar je moet er wel zelf helemaal bouwen en verven. En alles inrichten. Ik zal hem even open doen. Ja. Dit is een van de oudere boten. En er zit ontzettend veel elektronica in. Hij kan blussen, de blusmotoren knippen lichten, de radar draait, ik kan dat doen. Hier zit een bluspomp, dus hij kan ook blussen. Ik kan dat bootje oppakken, ja. Buiten gaat zetten. Ja. En er zitten 19 functies op je zender om dit te bedienen. Je zegt, ik werd verliefd op dat schip. Wat was dat dan? Nou, de uitstraling van dat schip, hoe die zich door het water verplaatste. En je hoort dan ook met gewone motorboten, dan hoor je echt die motor draaien en die schroefwater. Maar dit is een heel ander systeem. Dat het gaat met jetstream motoren. Dat zijn motoren die zuigen water op en die comprimeren het in een cilinder, in een tunnel. En dan wordt het naar buiten toe geperst en door die waterstraal wordt die voortgedreven. Ik zal hem even optillen. Ja. Hier onderin zitten de roosters. Ja, ja. En daar wordt het water aangezogen. Ja, ja. En die motoren die pompen het water zo eronder uit. En op een straalaandrijving wordt die voortgestuwd. Dat schip is zeker niet in een week gemaakt, hè? Nee, dat duurde 2,5 jaar. Ja. Eén stuk door? Hoe moet ik dat zien? Nee. Kijk, wat ik zeg wel eens, ik heb het al eerder gezegd. Dat Rembrandt die schildert ook schilderijen. Maar, en die zetten ze dan weer in de hoek en dan ging die met een ander verder. En zo ging het bij mij ook. Ik ben geen Rembrandt hoor, maar zo gaat het verder. En dan heb je ook dips erin zitten van 2-3 maanden dat je niks eraan doet. Of je komt niet uit het probleem. En zo is die dan na 2,5 jaar compleet geworden. Ik moet hem, zie het vaantje. Mm-hmm. En dan een beetje zo varen. Kijk, want nu zit de wind in de zeilen. Mm-hmm. Het vaantje is daarheen. Ja. En als het goed is, dan moet hij nou een beetje wind vangen. Nou, denk ik dat jij iemand bent die graag bouwt. Want als je nou zo'n boot ziet varen, die zie je haast niet een duikboot. Dan zie je alleen dat dingetje bovenuit steken. Ja, nee, dat periscopie. Ja. Ja, dit is echt gewoon het bouwen voor de techniek. Kijk, zo'n duikboot, ja, dat is gewoon 90% gewoon techniek. En ja, dat moet je gewoon willen en kunnen. En dan is het wel heel leuk om dat zo te maken. We hebben het over techniek, hè? Wat is nou het meest essentiële voor zo'n boot? Welke techniek? Ja, dat hij altijd weer boven komt. Okay. Dat is... Ja, nee, kijk, een oppervlakteboot is natuurlijk relatief makkelijk maken. Weet je, als je eenmaal drijft en je hebt er een motortje en een schroefje in, dan is dat gewoon goed te doen. Maar het moment dat je natuurlijk gewoon water in gaat nemen om die boot zo zwaar te maken dat hij gaat zinken. En dat hij dan natuurlijk netjes weg wil varen. Dat is natuurlijk wel het lastigste om te maken. Maar ik vraag me altijd af, waar gaat nou, wat is nou het leukste? Het maken ervan of het varen? Nou, het maken vind ik het mooiste. Dat is hetzelfde. Kijk, als je het scootje ziet, alles maken... Zelf gemaakt. De touwen slaan we zelf. De blokken maken we zelf. Nou, ik ben een van de weinigen die het helemaal ingericht heb. En met champagne op tafel zit. Ja, dat is een herenschip. Vaar je er veel mee?
Nee. Ik ben een vervente wedstrijdzeiler. Dus zo is die zeilboten daar zo. Dat fascineert meer dan dat spelen varen. Dat heen en weer, achteruit, vooruit. En na 3 kwartier heb je het wel een keer een beetje gezien. Het bouwen en de problemen die altijd zich voordoen is veel fijner. Daarnet had ik een storing en dan denk ik, ja, nou weet ik al dat ik straks thuis kom. En dan ga ik die storing opzoeken. Okay. En dat is de kick. Maar het bouwen is ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Je wilt dat schip eigenlijk in je bezit hebben dan in een model dat die handbaar is. Ja, dat is de waterpomp. Oh, dat is de waterpomp die erin zit. Want hier hangt de waterpomp, hier zo. Die pompt aan de onderkant van het schip, wordt er water weggepompt naar binnen toe. En dat gaat door kanaaltjes heen, hier door die pijpjes zo naar die elektromotoren. En die elektromotoren zijn watergekoeld. Anders worden ze te heet. Nou, dit is dan de ontvanger. Een 2,4 gigahertz ontvanger. Daar zie je een heel kluit van draadjes. Maar ik werk het wel eens mee weg. Dit is een circuit om de waterpomp te laten draaien. Dat is een gestabiliseerde voeding. Er komt 10-12 volt komt er binnen. En dan gaat eruit 4,4. Okay. 4 volt. En dit gedeelte is voor de verlichting, voor de radar, voor de verlichting aan de voorkant. En dan zit hier zit dan het accupakket. Ja, ik haal hem eruit. Leo Landwier. Die heeft op internet de hele boot, zoals hij hem gebouwd heeft, op internet gezet. Dus iedereen kon het nabouwen. Dat is ook wel een gest. Het is wel aardig dat iemand dat ook doet. Dat iedereen er gebruik van kan maken. En soms als middags zijn we hier om 1:30. En dan gaan we met de scootjes. Want kan je met windkracht 5 kan je dat varen. Want er hangt 4 kilo lood onder. Ja. Dus hij gaat niet zo gauw op zijn kant. Hoe kom je dan aan het materiaal om zo'n schip te bouwen? Nou, we hebben grof vuildagen. Ja. En dan haal je daar allemaal plankjes weg en triplex. En dan heb je boven op zolder en je zaagmachine is daar een draaibank. De freesmachine, weet ik wel, allemaal wat roep. Dat heb je dan in een jaar opgevangen of gekocht. Ja, dan maak je dan het onderdeel van hoe je het moet maken. Dit zwart wat u ziet, dat rubber, dat is weer een stroomkabel met 5 aderige 2,5 kwadraat stroomdraad erin gezet. En daar heb ik de draden van uitgetrokken. En dat wordt een rubber buffer, wordt dat. Dat is origineel ook. Dit is dan helemaal van triplex gemaakt. Ja. Deze radertjes, die draaien op motortjes, die komen uit koffieautomaten. Dat zijn, want ik zat bij de technische dienst vroeger. Ja. En dan was er een monteur die ging dan die dingen dan repareren. En zei, kan je die motortjes gebruiken? Ja, geef maar joh. Dus nou draaien die dingen op die motortjes van uit die koffieautomaten. Wordt er goed. Zo zit je allemaal te rommelen. En de computer die helpt me veel. Dan neem ik een film. En dan uit die film van die camera neem ik een foto. En die foto vergroot ik dan op de grootte op het scherm. En dan ga ik met een lineaaltje alles precies na zitten meten. Je hebt geen originele maat. Nee. Dus zo komt zo'n schip helemaal tot het eind. Zoals die nu is geweest. Is een Engels fregat. Mm-hmm. Het is jammer dat hij niet buiten had. Hij had hem buiten moeten zetten. Leg je op reet. Ja. En hoe heb je dat nou geleerd? Van internet of boeken? Eigenlijk gewoon maar een kwestie van doen. Ik heb er niet. Trial and error. Ja, gewoon, ja, dit valt niet te leren uit een boek. Er zijn natuurlijk wel boeken over geschreven. Ja. Maar ja, door schade en schande word je gewoon wijs. En het is een kwestie van, ja, met deze ben ik
10 of 11 jaar bezig geweest voordat ik eindelijk zover was dat hij gewoon vaart naar mijn zin. Kunt u uitleggen, want er zijn mensen die het niet begrijpen, maar een scootje, dat is een Fries zeilschip. Hè? Ja, het was eigenlijk zo. Wij hebben een andere man, is er nou niet, die gaat met zijn bootje naar Friesland toe varen. En die heeft dat gepromoot. Toen stond er een keer in een Fries dagblad waarom Hollanders scootjes bouwden. Ja. Nou, en sindsdien hebben wij die dingen allemaal gebouwd. We hebben er ongeveer, ik denk 22. De man die daarmee begonnen is, die heeft van polyester 20 onderkanten gebouwd. En de rest moet je allemaal zelf maken. Precies, als ik het zo hoor. Te erg. Ja, is het te erg? Ja. Het perfectionisme zit erin en dat is, het is wel eens een handicap hoor. Iedereen wil wel het liefst zijn boot zo origineel mogelijk gebouwd hebben. Dat is echt één ding dat zeker is. Rommelaar. Ieder bouwt naar zijn vermogen. Al komt een jongetje met twee PVC-pijpen, vind ik het ook prima. Dat is zo, weet je. Je kan niet verwachten als iemand het niet kan, dat hij op de strakste modellen bouwt. Maar als hij er plezier in hebt, ja, wie ben ik om te zeggen van joh, ik vind dat er niet uitzien. Ik denk dat ook plezier wel heel belangrijk is. Hè? Dat is wel echt het allerbelangrijkste, ja. Ja. Wim Mohn is overleden en dat was ook een perfectionist. Als je daar de schepen van zag, die bouwde klassiek dwarsgetuigde schepen. Dat was af en toe heeft de Prins Willem gebouwd. Als je die ziet, dan geloof je niet dat hij hem heeft gebouwd met het houtsnijwerk. Dat is ook zo'n perfectionist. En ik heb een afscheid met hem genomen 3 weken geleden. En toen vertelde hij ook dat het hem verdriet deed. Dat hij de dingen niet meer kon doen die hij nog wilde doen. Dat de perfectionisme. En dat zit bij mij er ook in. Mijn vrouw zegt wel eens, word je dat nou niet zat? Ik zeg, dat is heerlijk. Kijk dan. Dat is de ballaststrengste lopen nu vol. Ja. Jezus, wacht hè. Hoe gaat het? Wat zullen de vissen schrikken onder water? Ja, inderdaad. En er zit geen motor in. En dan zal ik het laten zien. Kijk, hier kan je zien, met een zendertje kan je dit en dan gaat het open. Nou, en meer zit er niet in. Nou, ik leg hier een accu neer en ik ga varen. Dus ik heb hem hier staan en is het woensdagmiddag 1:30. Nou, er zijn er misschien al een paar aan het varen. Accu erin en je zit in het water en je zijn de hele middag lekker aan het varen. Wat vindt jouw vrouw er nou van dat je zo bezig bent? Ik neem aan dat je gewoon 's nachts doorgaat. Of 's nachts, dat gebeurt ook wel eens. Dat ik eens wakker word en dan denk ik, hoe moet ik dat probleem weer oplossen? Maar er zijn er nachten voor, hè? Ja. Dan word je niet gestoord door anderen en dan kan je goed dus nadenken. De nacht en dan, is anders. Ja, en dan 's morgens om 8:50 word je wakker en denk ik, nou, ik heb het weer gehad. Is het thuisfront, wat vindt hij ervan? Ja, prima. Weet je, anders ben ik ziek in de kroeg, dat is ook wat. Ja. Ja, nee, het is ja. Nee, weet je, ieder zijn hobby, dus ja, zo gaat het. Het is, je vrouw accepteert dat? Mijn vrouw, die heeft ook de eigen hobby's en die vindt het prettig. Ik doe dat gewoon al vanaf mijn kinds af aan, dus ja, weet je dan. Je hebt dat ook weer van je vader geleerd of zo? Ja, ik heb het ook van, mijn vader is, die was 13e van Nederland in 1954 al met een zendvergunning. Dus hij was best wel pionier op dat gebied. Ja, die tik die heb ik van mijn vader, ja. En mijn zoon, ja, die ziet dat niet. Die wil dat niet zo. Die wil zijn pa niet achterna? Nee, die zit liever met de moderne elektronica. Ja. Maar ook wel dus iemand die handig is? Hij is wel handig op zijn... Maar niks echt met zijn handen. Hij zit liever achter een tablet of zijn telefoon. Ja, dat is tegenwoordig natuurlijk de jeugd wel een beetje...
ik heb een hobby gehad. En dat, het is niet lang geduurd, maar ik heb een mooie tuin met bloemen. En dan nam ik een bloem uit een plant en die legde ik voor me en die ging dan na zitten tekenen. En dan zijn de uren die zijn zo verstreken, dan verveel je niet. En na schilderen ook hoor. Maar zo kan je jezelf bezighouden op een heel eenvoudige manier. Dus doe wat. Bedankt voor de tip, Ben. Een probleem begrijp ik hier, de aanwas van jonge mensen, de nieuwe generatie. Ja, dat is echt lastig, weet je. Ik ben 20, 25 jaar geleden hier ingestroomd en sindsdien zijn er weinig jongeren die dat over willen nemen of ja, die dat niet zien zitten. Terwijl er wel heel veel verkocht wordt op het modelbouwgebied, zeg maar die drones en dat soort dingen, maar dat is meer dat plug and play. Maar snelle jongens gedoe. Ja, maar echt het zelf maken, dat zie je gewoon steeds en steeds minder. Meer als ambacht. Ambacht, ja. Op beurzen waar je ook komt. Het is vaak de grijze garde die er gewoon nog heel veel doet. En het jonge, dat is bijna... Ja, de kleinzoon gaat een keer mee, maar die heeft niet zoiets. Ja, dat wil ik wel. Maar of het gaat te langzaam of het maakt geen herrie. Maar ze zijn er gewoon zo op uitgekeken. Het zijn natuurlijk oude vrachtschepen vroeger. Ze waren vroeger was het ruim 1,5 meter langer. Maar de wedstrijdskoetjes die hebben de mast 1,5 meter naar achteren gezet. En dan, want als die gaat deze gaan varen, dan dijkt die voorover. En nou hebben ze de mast en nou blijft die meer stabiel over het water. Wat vervoerden die schepen nou vroeger? Van stront tot... weet je, graan, alles. Want ze vaarden gewoon mee op de rivieren ook. Ja. Door het hele land. Dus Ja. En hier stonden twee lieren. En dan konden ze de zwaarden mee bedienen. Want ik heb... Ja. En ik heb natuurlijk een gewicht eronder hangen. Omdat die niet omzaam. Maar normaal hadden ze dat vroeger. Dat kan niet, want het zijn platbodems. Want ze kunnen gewoon in 40 centimeter water varen op die meren. Want die meren die waren heel ondiep. En daar vaarden ze de scootjes op. En dan heb ik die helemaal zelf gebouwd. Deze heb ik dan overgenomen van een persoon. Deze, die grote. Ja, omdat ik eigenlijk geen zin had om nog een tweede duikboot te maken. En deze kwam ik toen tegen. Toen had ik zoiets, ja, die ga ik gewoon verder maken zoals ik hem wil. En ja, daar ben je ook wel weer een paar jaar mee bezig. Maar ja, hoe lang ben je daar nou mee bezig geweest? Denk bij elkaar 12 jaar. Maar dan is het ook gewoon... Geduld hebben ze. Dan heb ik zomers heel weinig tijd, maar dan is het meer 's winters en in de, ja, af en toe is, weet je. Het is ook niet zo dat ik continu gebouwd heb. Dat is ook niet waar. Gemiddeld per dag, hoe lang ben je dan bezig? Nou, weet je, het is echt heel moeilijk te zeggen. Soms heb je wel eens een keer een dag, dan bouw je gewoon 6 uurtjes. En soms doe je gewoon 3 weken helemaal niks. Dus het is, ja, dan zit je gewoon gemiddeld nog aan 2 uurtjes per week. Ik zeg wel eens tegen mijn vrouw, wat is het toch erg als je toch geen hobby hebt, dat je niet weet wat je met je leven moet doen. Ik probeer daar wel eens in te denken, maar het is... Die zijn dat dus wel, hè? Ja, 100.000. Ik ken ze. Ik zie ze lopen. Het is onder de arm. En dan zeg ik, ga toch wat doen? Ja, wat moet ik nou gaan doen? Ik zeg, nou, dan ga je bootjes zitten plakken of vliegtuigen vouwen of weet ik wel. Treintjes, doe wat. Ja. Doe wat, laat je geest anders gaan dan achter die geranium zitten. Dat is een standaard uitdrukking hoor. Maar. Lijkt me een hele mooie afsluiter voor de mensen thuis. Doe wat, doe een hobby. Ga niet achter de geranium zitten. Maar kijk, wij hebben hier in deze 2 uur dat we hier waren zoveel geleerd. Ben, dankjewel. Ja.